Welkom bij aflevering 5 van Hanniche. 2-0 vergok van Assad. Ja, daar wisten we met beide beentjes op de grond. Nou weten we ook weer wat verliezen is een keer. Ja, Ali had het op zijn heupen bij Assad. Ja, jammer. Van Haken die pakte de tweede gele kaart op de middenlijn tegen Assad. Dat vond ik niet echt slim. Een beetje dom van hem. Maar ja, hij moet ook nog een beetje leren, die jongen. We hebben ook nog een nieuwe speuler. Taiwoi Owiyiti, ja, of zoiets. Maar als we hem nou gewoon Schuim kunnen noemen, is veel makkelijker. Zaterdag aanstaande spelen we hopelijk in een volle goffer tegen PSV. Als ik zie wat er allemaal op die bank zit, Chrisje van der Weer, de oud-speuler van NEC en ook hier uit de buurt. Dan Wim Rip, video-analyse. Wie zit er nog meer? Kees van der Linden, oud-speler en fysio. En dan, hoe heet die trainer ook weer eens, die ons kampioen gemaakt had? Oh ja, Brood, Ruud Brood, een broer van Herman Brood. Die was ook in één gepleten, die vent. De scheidsrechter die de fluit is eigenlijk niet zo belangrijk als het maar een thuisfluiter is, aangezien we thuis spelen. Dus dat zou wel prettig wezen. Ik denk dat we op mijn 1-0 achter komen en dan op zijn Duits de laatste minuut 1-1 maken. En dan zijn wij tevreden, de trainer tevreden, iedereen tevreden, behalve PSV. Maar ja, dat zal me niet zo zien. PSV, ja, het heeft toch wel iets met Philips te maken natuurlijk. Van de week heb ik een waterkoker gekocht. Maar dat ding is nu al naar de Filensteinen, dus weg met de kloding. Tot zover Hanniche en hoi!